Kijk, hier zijn we mee bezig. Ik ben er tegen omdat het voor groepen als ik sowieso al moeilijk is om van punt A naar B te komen. En als ze het dus op verschillende punten nog meer gaan schrappen, ja, dat maakt het alleen maar moeilijker. Schoonzoon die kan niet meer zometeen vanuit Callantsoog richting Schagen komen. En ja, moet hem iedere keer ophalen en doen. En ja, dat is lastig. Gisteravond lieten gemeentebestuur en statenleden zich door Connection bijpraten over de plannen. Natuurlijk kwam ook het verdwijnen van de 5 buslijnen in Noord-Holland-Noord aan bod. Maar daar komt wel wat voor terug. Via telefoon en app kan er busvervoer besteld worden. Openbaar vervoer is een publieke voorziening. Maar we willen niet meer met lege bussen gaan rijden op trajecten. Dat is gewoon zonde van de capaciteit voor het milieu, et cetera. En hiermee met overal flex willen we mensen op maat gaan bedienen. En dat is inderdaad een verandering. Daar zullen mensen aan moeten wennen. Voor de SP was de uitleg van Connection gisteravond geen geruststelling. Maar neemt het de vervoerder niet kwalijk? De partij wil wel een nieuw debat over de plannen. Wij protesteren tegen de provincie. Die is de aanstichter van deze bezuinigingen. En daarom ga ik het op 27 november ga ik het in de commissie op de agenda laten zetten.